rijden. Het wordt echt fantastisch. Op het terras tussen Circuit bij Venetië, 1260 kilometer lang. Het weer is regenachtig. Ja, we hadden gedaan op zon, maar regen zijn de Nederlanders meester. En dat blijkt wel tijdens de kwalificatie, hebben wij een fantastische tijden neergezet. En dat wil je niet geloven, we staan eerste met Tijn de Boos, nummer 75. Het oude nummer van Dobbe Racing, maar het is fantastisch. Nummer 3 hebben we ook, dat is nummer 19, Bart Sommer, die staat op de derde plaats. Op de vierde plaats staat Jordi van Eyck. Dus ja, de Italianen zijn heel erg geschrokken van ons. Levi en Aussie staat op 10, dus dat wordt wel wat. En Ruben, ja, die had wel moeite met regen, Ruben Messendorf, maar die komt er ook aan. Nummer 41, hou ze allemaal in de gaten, dames en heren. En Lester Gelderkamp is laatste, nummer 17. Maar hij zal wel terugkomen in de wedstrijd. De warming-up is begonnen, dat duurt één ronde. En dan krijg je formatieronde. En dat is voor de rijders nieuw, want ja, normaal rijden ze RK1 in de viertakt wedstrijden, het Nederlands kampioenschap. Ja, en daar zijn ze niet gewend, want dan moeten ze een stilstaande start. Dus die wordt helemaal nieuw, dus ze moeten leren hoe dat moet. De wedstrijdleider geeft aanwijzingen, de spanning stijgt. Ja, Frans is niet aanwezig, dus ik heb even de honneurs waargenomen. Mijn naam is Arthur Lundgren en ik doe het ja, niet zo goed als Frans natuurlijk. Frans is onze professional in de kartsport. Ja, Frans in de Genk bij de tweetakwedstrijden van de Grono. Ook weer 170 deelnemers, dus de kartsport leeft echt, jongens. Ja, en nu zijn we op de wereldkampioenschappen voor de viertak, zoals wij dat noemen. Dat is een paralympfeest in Venetië. Op een schitterend complex met de baan, zinnig mooie baan. En de jongens en de meiden hebben ons nog vrij veel geleerd. Hier, dat is echt fantastisch. De formatieronde is aan de gang. Tijmen en Rijkerop, nummer 75, nummer 19, nummer 21, nummer 77, nummer 41 en nummer 55. Hou ze in de gaten. Let op. Formatieronde is de eerste keer dat die jongens dit meemaken. Zijn dat niet gewend? En denk erop, de Italianen zijn echt geschrokken van de Nederlandse stuurkunst. Ja, dat er weer regenrijden wordt natuurlijk geleerd op onze kartscholen in Nederland. Wat een waanzinnig succes op het ogenblik is. In de Oldenzaal ook net nieuwe school begonnen. Daar zijn we ook heel blij mee. Dus ja, er zijn nu meer dan 200 leerlingen in Nederland. Dus ja, dat gaat echt top. En de KNAF ondersteunt ons daar fantastisch mee. Daar komen ze aan. Spanning stijgt. 16 ronden lang, jongens, 16 ronden langs. De tijd ligt rond 1 minuut 7. Ja, en daar gaan we, gaan los. Kijk. Ja, zo let niet op, maar boot. Ja, Tijn, we letten even niet op. Jullie zien hoe het ging, dat zie je. Dat is dan toch ervaring wat hij mist. We gaan allemaal goed door de eerste bocht heen. Ja, prima, super gedaan. Gaat het fantastisch. Ja, de bocht ook weer, jongens. We zitten in het ritme, het gaat nu zo. Kijken of we nu mee kunnen komen. Ik heb nog geen scherm om even mee te kijken, dus ik moet even uit het raam kijken. Dus ik kan niet allemaal even goed zien wie er voorop rijdt. Ik weet dat de Italiaan voorop rijdt. Derde ligt in Nederland, dus we hebben een prachtige pak aan. Ja, dat heeft hij niet gezien. Nummer 114 ligt 1. Ja, en Tijmen ligt nummer 3. Geweldig, kijk eens, het veld, mooi veld, heel leerzaam. Bart komt ook naar voren. Inhaalactie, schitterend mooi inhaal, keurig gedaan, netjes. Hou ik er heel, hou ik er heel. Ja, dat gaat goed. De Nederlanders, 3, 21, 75, 18, 19, 3, 4 en 5. Dat is fantastisch. We gaan nu echt, ja kijk, we komen er naartoe, kijk dat gaat goed. Ik zie dat Tijmen naar voren komt, Bart komt naar voren,
Alleen nummer 1 weet toch een beetje los te raken, jongens, dat zou jammer zijn. Ze moeten elkaar niet gaan storen, ze moeten rustig in het als team naar voren proberen te komen. En dan langzaam die Italianen weer een beetje op. En het is de pre-finale, mooi om te trainen. En het is ook meteen een positie voor de finale. Hè? Want als je dus het eerste wordt, dan sta je eerst in de finale. Dus dat is heel belangrijk. Ja, dat is ongelooflijk druk. Ja, nummer 114 is echt helemaal los. Dat is onze Italiaan, dat is Maurizio. De Nederlanders blijven een beetje bij elkaar. We proberen een beetje los te komen. Ja, de Jordi legt op de derde plek, maar we gaan echt goede kant. Dankjewel. Super service heb ik dan weer. Jordi ligt op derde, Tijn ligt op vierde, Bart ligt op vijf. Ja, en Lester ligt nummer 8. Echt super. En Ruben ligt nummer 12. Die is goed naar voren gekomen, want die kwam van plaats in 17 af. Dus het gaat echt van de goede kant op. Ik zie nu ook dat ze er weer een beetje bij komen. Dat is heel goed, ze rijden nu goed samen met elkaar. Nummer 1 is Farini. Nummer 2, Artinio. En ik denk dat Jordi Beverly. Kijk op. Nummer 1. Ja, Jordi heeft 21. Hé, Tijmen. Ik ben Bart Sommer, dus nummer 7. Die is naar teruggevallen. Ons is Bart Sommer gevallen. Dat is jammer. Lester komt goed naar voren. Lester elke kant van echt super naar voren. Die is nu 7e. We pakken het goed op. Ja, het zijn toch dat de Nederlanders zijn toch een specialisten, maar er zijn toch ook wat Italianen die er ook goed in zien. Dat zie ik nu ook weer vandaag. Die hebben zich met de kwalificatie laten zien, maar nu komen ze toch echt ook naar voren. Maar neem van mij aan, nummer 1 en 2 gaan even stoeien en dan kan onze vriend Jordi weer naar voren rijden. En Tijmen kan er ook weer van profiteren. Als we rustig door blijven gaan, ja, mooie concentratie, echt super, echt super. Eén bochtje, ja, dat wordt niet helemaal goed genomen. Dat kan niet anders doen, Tijn. Dan moet je even alles doen. Bocht nummer 4. Dan komt die, komen ze weer. Kijk, 1 en 2. Daar ben je aan vechten. Farini. Ja. Ja, ik zie een penalty, je krijgt een rijder en die ligt tweede. Dus Jordi ligt nu tweede en de tweede rijder, dat is een Italiaan, die ligt nu tiende of zo. Die hebben een penalty gehad vanwege vals pakken. Dat was toen niet helemaal goed gegaan. De wedstrijd gaat door, we zijn nu in ronde nummer 4 en ja, die twee Italianen zijn al weg. Oké, dankjewel. En Tijn krijgt toch last van een Italiaan. Let op. Ja, ja. Dat is dan Tabacci. Sarah Tabacci, een meisje. Ja, is een thuisrijder, weet deze baan als geen ander. Dus ja, dat is een beetje een voordeel. Maar de Hollanders rijden goed, ja, mooi gereden, pas op, rijden, pas op. Waar zitten de rest van de Hollanders? Lester Elkamp. Lester 7e. Levi Aussi nummer 8. En Bart Sommer nummer 10. Ruben Lester nummer 11. Ik denk dat Bart een beetje een probleem heeft met zijn motor. Ik denk dat er wat aan de hand is. Er is natuurlijk wel. Want normaal is Bart wel erg snel. En bij de RK1 is zelfs een man die vooraan rijdt. Maar nu kan hij niet het verschil maken. Dus er zal iets technisch probleem zijn. Er moet iets, iets krom of een stuurstang of een motor is. Maar dat weten we niet. De wedstrijd gaat verder.
2 let een beetje op achter. Dat is de nummer 2 die je ziet op het scherm, is geen nummer 2. Je ligt, ik denk nummer 10 of zo, want die hebben ze teruggezet en een penalty. Dus 2, dat ligt in Nederlander, Jordi van Eyck. Ja? Tijmen, die ligt 4e. Tijmen wil vasthouden. Nummer 110 is gezakt. Nummer 110 staat. Staat derde nu. Tijmen 4e. Leicester 7e. Wat komt er terug? Die naar 9 gaat. Levi Aussie ligt 8e. Mensen door van plaats 7 naar plaats 11. Dus 6 plaatsen gepakt. Dus die hebben ook een vierde te pakken. En die voelden ze voor niet eens hun vanwege de regen. Hij zegt, dit is niet helemaal mijn ding. En ik ken de banen niet goed genoeg met de regen. Maar dat wisten ze allemaal niet. Maar we zijn toch met de thuisrijders nog wel verrast met de Nederlandse meedoen. Dus nummer 2 is 3. En Jordi ligt nog steeds 2. Oh, wat een gevecht is aan de gang. Tijmen die moet echt heel hard vechten om de Sare achter zich te halen. Hij rijdt hele andere lijnen. Ja, oh, hij wordt ingehaald. Jammer, ja, hij pakt hem weer terug. Schitterende actie. Oh, en in de ronde. Jammer. Hé, nee, dat is weer jammer dat het. Maar hij pakt hem weer op. En wegwezen. Een prachtige plaats is hij weer kwijt. Ja, dan gaan ze weer. Hij ligt nu. Tijmen is naar beneden gegaan, dus nu 60. Ja, dat was het. Dus dat valt eigenlijk wel op. We zitten in ronde 7. Dus de helft van de wedstrijd gaan. Kijk, daar gaan ze. 1 en 2, maar 2 doet het Jordi, hè, jongens, dames en heren. Alle Italianen om hem heen. Het is jammer, hij rijdt niet naar die 2 toe. Want als Samuel Acino aan zou vallen bij nummer 1, ja, dan kan het zomaar zijn dat onze Nederlander naar voren kan komen. Daar komen ze aan. Eerst Jordi Bocht. Het zijn 125 cc-motoren, ontwikkeld door het merk Parolin. Van de Academies hebben bij de FIM meegedaan. En dat was 2 jaar terug. En geweldig succes. En nu zijn we dan in Italië, wordt het nog verder doorgezet. Ja, we gaan ze. Kijk, die Italianen hebben toch zo'n beetje aan het stoeien met elkaar. Jordi kan misschien daar gebruik maken. De gap is 3 seconden. Sara die ligt 5 seconden erachter. Acino ook 5. Dus ja, dus Acino ligt nu in beeld op nummer 4. Dus nummer 110 en ligt 4e. Jordi ligt 2e. Hoe gaat de rest van de Nederlanders? Ja, maar Tijmen die.
Test. Test. Moet je hier een beetje in praten? Oké, okay, chop! Als je hierbij gaat zitten, dan. Ja, twee met je weg. Ja, jongens, in de finale, dan stoppen ze. Van Eindelijk 1. Red hij het of red hij het niet? Ja. Ligon eerste, niet te geloven. 1 nummer Nederland, kijk de handen omhoog, zo hoort het. Ja, dat gaat goed, gaat super. Sarah Tabacci ligt tweede. Samuel Filippo, de Filippo ligt de derde. En Martino, Farini. Ja, Tijmen is zesde. Even kijken. Ja, daar hebben we Bart. Ja, Ruben heeft ook een geweldige wedstrijd gegeven. Van plaatsje 17 naar plaats 9. Dat is eigenlijk een ongelooflijk die omgedaan. Heeft super gereden. Daar even kijken, Levi. Wat een fantastische opname, jongens. Dat is allemaal geweldig. En vanmiddag om 2 uur zijn de minis aan de gang. Ja, dat wordt ook spannend. Kijken wat de Nederlanders daarvan maken. Dat wordt echt hartstikke leuk. Kijk allemaal, want dat is... Ja, we hopen dat we ook veel gaan winnen en veel, ja, we hopen dat we de prijzen pakken. Want Team Nederland bestaat uit 12 rijders. En dat is ja, vrij uniek, want iedereen kijkt naar ons. En volgend jaar doet ook Spanje mee en ook Frankrijk mee. Dus dat gaat nog eens spannend worden en wordt nog veel mooier. Ja, en laatste, helaas, is Leicester. Dat is jammer. Die moet even een pep talk hebben met de coach en dan komt die vanmiddag weer helemaal terug. Nou, dit was het. Je hoort me vanmiddag weer. Einde bericht. Hartstikke leuk. Leuk dat je geluisterd hebt. En veel plezier met de volgende wedstrijden. 2 uur, sharp, hebben we de wedstrijden van de Mini Academie. Dat was het.